Het heerlijkste vind ik de tuin, natuurlijk. Dat er zo'n groot stuk boerenweiland met brandnetels, wat nou deze vreemdsoortige landelijke rommeltuin is geworden, maar is verrukkelijk. En de rivier, de Vecht, is zoiets unieks Nederlands. En de eerste 20 jaar van mijn leven heb ik aan de Waal gewoond. En nu, 20 jaar aan de Vecht. Ja. Dus het is wel een Nederlandse leven aan de rivieren. Je kunt hier ontspannen ook en leren. Leren? Ja. Denk je dat leren ontspannen is? Nou, en ontspannen en leren. Ja, ja, je kan hier prima werken. Dat is zo. Telefoon gaat niet zoveel en het is rustig en niemand komt dus toevallig langs. Dat bestaat niet. Het is al moeilijk om het te vinden. Als je uitgenodigd bent, is het al moeilijk om te vinden. En dus het is hier zeer, zeer aangenaam en stil, ja. Ja. Hoe lang doe je ongeveer om een rol te leren? Hoe lang doe je er ongeveer over? Je hebt toch absoluut 6 weken nodig, op zijn minste. Maar als je denkt dat we dat vroeger in 14 dagen deden, zeg. Soms, als dat moest. Of in 10 dagen, of in een week als het moest. Als een stuk viel en er moest hals over kop een volgend stuk komen. Je hebt geen idee hoe we dat dan deden. In welke tijd was dat? Ja, god, bij mijn eerste jaren aan het toneel. Daar ben ik wel bij Van der Lucht opgegaan in een stuk wat ik nog nooit gezien had, omdat er iemand ziek was. Carla de Raad was ziek en dan kreeg je een boodschap of je maar even naar Rotterdam wou gaan om 's avonds dat stuk te spelen. Had ik nog nooit gezien. Moest het geen niet de hoofdrol natuurlijk. Fien de Lamar had de hoofdrol met Jan van Ees en Grimberg. En dus moest ik ineens een meisje spelen. Ik wist helemaal niet wat over ging. Helemaal niet. En dan zat ik in de trein de eerste acte te leren. En in de pauze leerde ik de tweede acte. En daar ging het dan mee op. Maar kijk, het was natuurlijk ook zo bijzonder prettig. Het kon je niet schelen, want in het programma stond Carla de Raad. En Van der Lucht, die was een ijdele man, die was trots op zijn gezelschap. Die wou niet dat er iemand voor het doek ging om te zeggen, Carla de Raad is ziek, dat onbekende kind neemt die rol op. Daar had hij geen zin in. Dus als ik het lelijk deed, dacht iedereen, wat speelt Carla de Raad vanavond lelijk. Dus dat gaf mij een verrukkelijk roekeloos gevoel. Maar ja, als je het heel leuk deed, dan is het toch jammer dat je niet genoemd wordt. Ja, maar je denkt toch niet dat ik het leuk deed? Wel nee, helemaal niet, daar geloof ik niets van. Wel nee, ik denk dat ik het onmogelijk deed. Ik was 5 maanden aan het toneel. En ik hing af van de handigheid van Grimberg en van Fien de Lamar, die daar enorm groet. Die Grimberg die ging zo achter een krant zitten zo en die zei... En dan praatte die weer tegen mij en dan ging die achter die krant zitten en dan zei die wat ik moest zeggen. En zo souffleerde die mij een gesprekje op een Frans pleintje aan een café, zo'n rond de cafétafeltje, je ziet het wel voor je. En Fien de Lamar, in plaats dat ik haar vragen stelde, stelde zij mij vragen. En zo rolden we daar dan doorheen. En kreeg ik de volgende dag 100 gulden van Van der Lucht, omdat ik de avond gered had. Dat is heel veel toch voor die tijd? Ja, dat was heel mooi, want ik verdiende 110 gulden, dus dat was zeer mooi. Maar daar was je waardevol door. Ja. Ja. En dan heb ik dat eerste jaar heb ik dat 2 of 3 keer gedaan. En daar ben je niet gek van. Want als je net aan het toneel begint en je wordt zo in diepe geworpen. Ja, nee, dat kon me niet schelen. Daar kon je echt niks schelen? Nee, dat kon me niet schelen. Helemaal niet. Niemand had ooit van je gehoord. Ik had geen naam te verliezen. Ik had er ook niks bij te winnen. Jij denkt nou misschien dat die mensen dachten, oh leuk. Geloof ik helemaal niet. De man in de monnikspij, daar speelde ik een meisje en moest ik gillend uit een kast komen met een zwart gezicht. Ik had het hele stuk nooit iets begrepen. Nee. En verder hoefde je niks te doen? Alleen maar ja, de kast. Ook nog een paar zinnen zeggen, ja. Ja, ja. Maar ja, je wilde toch beroemd worden, zeg maar, qua Nederland. Nee. Je wilde alleen aan het toneel. Ik geloof dat we daar helemaal niet aan dachten, aan roem. En aan tegenwoordig een naam maken en hoe heet dat vreselijke werkwoord, doorbreken. Hè? Iedereen wil doorbreken op de televisie dan, moet doorbreken en internationaal worden. Hè? Dat waren allemaal dingen die kwamen in ons hoofd niet op, niet alleen bij mij niet. We waren veel idealistischer dan tegenwoordig. Jawel, maar je zou toch wel denken van ik wil nu een stapje verder of ik wil nu een belangrijkere rol nee, hebben. Weet je wat ik wou? Ik wou natuurlijk een fijne rol en dan wou ik een mooie pers hebben. Mooie pers
dat Van der Lucht dat las. Op het kantoor. Mijn kennissen en mijn familie. Dat kon me niks schelen. Maar dat Van der Lucht moest lezen dat ik iets goed gespeeld had. Want ik kreeg weer een volgende rol. Ja, en zo ging dat. En het was ook zo. Dat was voor Van der Lucht. Daar was je geld waard. En dan kreeg je ook een volgende rol. Daar had ik natuurlijk al lang gehoord van die andere mensen die er allemaal waren. Dus daar wou je graag goede pers voor hebben. Ja, dat is Cor van der Lucht Melfert. Ja. En die ja. was directeur van... Directeur van dat heette toen het Rotterdams Hofstadtoneel. Dus die bespeelde zowel de Koninklijke Schouwburg in Den Haag als de Schouwburg in Rotterdam. Oh. Dus daar pendelden we steeds tussen heen en weer, behalve dat je natuurlijk op tournee ging. Allemaal. Ja. En die rol van Carla de Raad, die je had overgenomen, dat was de eerste rol die je... Nee. Mijn eerste rol was een Hongaarse tuinmansdochter. Nee, dat was echt mijn eigen rol. Nee. Ja, daarvoor had ik bedoeld. Kleine rommeltjes gefigureerd in Julius Caesar. Heil Caesar moest ik roepen. Maar daar had ik reeds pers op en er stond. Want die figuratie, die moesten allemaal uit de mand. Moest je daar maar wat grabbelen, de Romeinse tunieken en zo. Hè. En toen ik daar aankwam, toen lag er een vuurrood hemd in maat. 48 of zo. En ik zei tegen de kleedster, er is geen pak meer voor mij. Toen zei ze, jawel, dat rode hemd, dat wil niemand hebben. Je bent de laatste, dat is dan voor jou. Ik zei, in een vuurrood hemd, want niemand wou opvallen als in die figuratie. Nee. Maar dat kon mij ook niks schelen. Ik denk, wat kan mij dat schelen? Want niemand wist toch wie je was. Dus ik deed dat vuurrode hemd aan, maat 48. En dan trok zij hier aan een touw, zo, totdat dat gerimpeld hier zat. En aan je middel trok ze ook zo aan een touw, totdat het hier... En zo kon iedereen alles aan. Ja. Dat was vreselijk makkelijk. En toen stond er in de krant een enthousiaste jonge dame in een vuurrood hemd. Schalde boven alles uit, Heil Caesar. Ze heeft een goede stem. Dan had ik toch nog een goede kritiek gekregen. Want ik kom op de toneelschool. Had ik goed geleerd om goed te roepen. Dus ik riep luidkeels Heil Caesar. En zei Caesar, was Lutzer Eringa, was een grote vriend van ons. Dus ik riep vol hartstocht, riep ik Heil Caesar boven alles uit. Nou, dat Van der Lucht, dat vond Van der Lucht weer heel goed. Je keek ontzettend tegen Van der Lucht op. Ja, maar we haten hem allemaal. We haten hem. Nee, hij was niet bemind. Hij was zeer hatelijk en was geen aardig. Och, en dan zei hij van die vervelende dingen op een repetitie zo van... gaan jullie nog met je rug naar de zaal staan, hè? En dan komt zij op, dat was dan Annie van Ees. Ja, zo, en jullie met je rug naar de zaal. Dat is het lolligste moment van de avond, zei hij dan tegen die drie jongens. Zulke vervelende dingen, overbodige, oninspirerende dingen, kon hij zeggen, uit een soort hatelijkheid. Nee, we vonden het geen aardige man. En toch zei hij jaren later, toen ik hem nog eens tegenkwam, toen zei hij, het is je goed gegaan, hè, kind. Ja, meneer, zei ik weer groeier, net omdat wij toen allemaal een meneer tegen die man zeiden. Ik heb geluk gehad. En toen zei hij, nee, ja, talent. Ja, ik zeg, ja, ik weet niet. Toen zegt hij, ja, maar talent, ja, talent is niks. Want talent, daar moet je niet op gaan zitten. Je moet er wat mee doen. En dat vond ik een leuke zin. En dat is zo, hè. Tegenwoordig zijn er zo verschrikkelijk veel kinderen, die hebben ineens... Zo talent op de televisie en zo. En dan denken ze, zo, nou, ik ben er. Maar nee, helemaal niet. Dan begint het. Ja, je moet er wat mee doen, hè. Nou. Hoe oud was Van der Lucht toen je hem weer terugzag? Ik denk 50 of zoiets. En ik was 26. Ja. Maar dat heb ik toch onthouden, blijkt nou, hè. Want ik vind het nou ook. En je moet er niet... Als je ontdekt dat je talent hebt en je denkt, daar moet ik nou wat mee gaan doen. Nee, je moet er wat mee blijven doen. Je moet je hele leven lang er wat mee blijven doen. Om bij te blijven, om niet ouderwets te worden, om niet te versloffen, om niet makkelijk te worden. Enfin, kijk jij maar naar jezelf. Je weet best hoe je zelf bezig bent. En weer eens iets nieuws doen. Is het natuurlijk leuk in mijn leven geweest. Eerst kwam de radio bij. Daar ben ik nog nooit zo vreselijk veel... mee te maken gehad, maar toch, zo'n familie doorsnee waar ik toch een tijdje in zat. En toen kwam die televisie. Ja. En toen dacht ik natuurlijk, ja, dat lukt nooit, want filmen, daar kon ik niet, daar was ik niet mooi genoeg voor. Daar moest je toen in die jaren mooi voor zijn. En toen kwam die televisie, ik dacht, dat is niets voor mij. Maar ja, gelukkig, kijk, werd dat beeld verkleind.
En niet zoals op de film vergroot. En dat is toch flatteus, dus dan alle lelijkheid wordt een beetje kleiner gemaakt. Op die televisie ging dat goed, tot mijn grote verbazing. Hoe komt het eigenlijk dat je jezelf lelijk vindt? Omdat een filmregisseur, hoe heette die man, Kosterlitz, die kwam uit Duitsland, zo voor de oorlog, met die groep Duitse regisseurs, Joods-Duitse regisseurs, die al uit Duitsland kwamen vluchten. En die ging hier ook film maken, De Kribbenbijter met Cor Ruys. En die zei na de proefopname of ik van die rol maar af wou zien. Want leider, gnädige vrouw, zei hij, sind sie nicht zu fotografieren? Dat zei die man, dat meende die in volle ernst. En daar zat Rudolf Meyer bij en Perl, dat waren producers. En die zaten allemaal beamend te knikken. Die hadden allemaal die proefopname gezien en dachten, dat kan niet, dat is jammer, maar het kan niet. En ze hadden twee avonden in de zaal gezeten, in het Centraal Theater, bij een stuk wat we speelden met verrekijkers. Zodat wij dachten, wat zit er een ploeg mannen in die loge, twee avonden achter elkaar te kijken. Dus daar hadden ze uit besloten dat ik die rol moest spelen. Nou, toen moesten ze van me af. Ja, dat was heel vervelend, want die hadden zulke dingen in de krant gezet van Cor Ruys en Mary spelen de hoofdrollen in de film De Kribbenbijter. En wat moest je dan doen? Ik zei, we kunnen toch niet zeggen, ze is te lelijk, het gaat niet door. Nou, dat was een moeilijk pakket. Zees was woedend, hè. Woedend, hè. Oh, oh, oh. En ik was zo gegeneerd. Mijn zijn was groter dan mijn woede bijna. Zo vervelend vond ik het. Niet dat ik me verbeeld had dat ik mooi was, want dat ben ik helemaal nooit geweest. Maar die mensen die twee avonden in de zaal hadden gezeten, denk ik, als je dan iets kan als actrice, doet dat er dan niets toe? Nee. Maar de omnirol kon het me dus niet zo verschrikkelijk veel schelen. Maar ik maakte daar toch ook mee. En dat als je dat dan dus leuk vergelijken met tegenwoordig, hoe proefopnamen waren, hè? Want het was gewoon zo, jij bent de cameraman en ik moet erop zijn. En dan krijg je dit. Klaar. Je moet alleen maar lachen. Dat zijn proefopnamen. Dat waren de proefopnamen. Oh. En daar was ik dus voor door de mand gevallen. Dus dat was ook niet zo dat je dacht, ja, dat heb ik niet goed gedaan, wat vreselijk. Nee, dat kon ik ook niet denken. Je hebt het altijd gevonden, je hebt altijd van het toneel gehouden. Of heb je ook wel periodes gehad dat je dacht van, ik ga ermee stoppen, ik heb er geen zin meer in? Nooit. Nooit, nooit, nooit. Toen ik een jaar of, ik geloof 12 was, toen nam een tante me in Den Haag mee naar Het Krekeltje Achter de Haard van Dickens, stel je even voor, speelde Verkade. Met Annie Vrede was die toen nog getrouwd. En ik had nog nooit van mijn leven toneel gezien, nog nooit. En Tiel, dat was niet vertoond nog. En dat vond ik zo prachtig, zo prachtig. En maar ik begreep het helemaal niet. Er gebeurde veel te veel voor een kind van 11 om dat te kunnen verwerken. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen Saar Wessem en Tineke Rink, ik zei, dan ben ik voortaan Annie Vrede en jij bent Annie van Is en jij bent Tilly Lus. En moeten we wel die mannen nog zoeken natuurlijk. En dan neem ik Bart voor Mijnes, dat was een jongen die woonde buiten. En die is Eduard Verkade, dus dan moet jij nog je man zoeken, dat is Cor Ruys. En jij moet nog een man zoeken. En die deden dan goeieg mee met mij. Denk niet dat ik ze dat hele stuk vertelde of voor ging spelen. Die deden dan mee, maar dan zeiden we tegen elkaar Tilly. En moesten zij tegen mij Annie zeggen, want ik was Annie Vrede. Ja, en wat deed je dan? Wat nee, zei je dan? Nee, zeiden we gewoon, ik kwam Eduard nog tegen, zei ik dan, en hij ging naar de repetitie. Zo, zei Saar dan. Ja. Dat was heel bevredigend, dus, ja. Dus je speelde gewoon toneelspelers? Ja, we speelden, zeg maar. Ja, precies. Je speelde niet het stuk? Nou. Nee, ik speelde dat ik naar de repetitie ging en dat ik premières had. En dat ik aan het repeteren was en zo, van dit soort onzin. Maar toen ik 14 was en vakanties in Den Haag bij mijn grootmoeder ging logeren. Toen kreeg ik de kaart van een oom van me. Die had een kaart van Maatschappij Zee, wat je overal voor niks in kon. En zat ik iedere avond, 14 dagen lang, op de eerste rij in een schouwburg in Den Haag. En dat heb ik totdat ik naar de toneelschool ging, gedaan. Dus dat was het interessante feit dat ik op de toneelschool kwam. En ik denk dat er nog nooit een kind op de toneelschool kwam die 100
toneelstukken had gezien. Want nee. Dat had ik. Over de 100. Iedere vakantie 14. 14 dagen bij mijn grootmoeders. 'S middags of 's avonds. In het Koninklijke Schouwburg, Processen Schouwburg, Scala, noem maar op. Het gebouw van KNW, wat er allemaal in Den Haag was. Overal naartoe, overal op die eerste rij. Met mijn neus erop. Wou ook zien als het verkeerd ging. Dat kon je ook zien. Ja, dat toen. Vond ik leuk om te zien als er iets meer. En dat, hoe ze dat redden. Hoor, en de souffleur horen vond ik ook. Nee, daar weet ik helemaal geen details meer van. Maar dat in de keuken kijken, dat vond ik dat er ergens al een beetje bij horen. Dat bevredigde me ontzettend, ja. Toen je 12, 13. Nou, nee, dat begon op mijn 14e. Zo in de puberteit begon het. Dat ik meteen dacht zo dat. Maar dan ging je niet naar achteren. Dat ga ik over dat geen legioen. Nee, voor geen legioen. Nee. Maar dat dacht ik ook, kwam in mijn hoofd niet op. Was ook niet dat ik dacht, ik moet ze toch leren kennen. Nee, nee, dat had ik helemaal niet. Wat dacht je dan toen je in de zaal zat? Ja, ik hoorde erbij. Ja, ja. Eigenlijk voelen dat je daar aan die andere kant moet zitten. En dat je daar, ik zag wat ze deden, hoe ze dat deden. En ik vond de meeste dingen vond ik prachtig. Prachtig, maar ik vond natuurlijk wel al die actrices in die jaren. Ik was dus 16, dat waren oude dikke dames. En die speelden de jonge rollen. Dus daar zag ik mijn toekomst in. Ik dacht, dat kan zo niet. Dat moet anders. Dat herinner ik me heel goed. Dat gat kan ik opvullen. Ja, dat ik dacht, dat wordt een hele goede tijd als ik dat eens even ga veranderen straks. Ja. Hoe kwam je eigenlijk met C.S. Lasseur in contact? Nou, omdat ik naar het Centraal Theater ging. Centraal Toneel, na Van der Lucht, waar ik weg wou. Die was nog beledigd ook, toen ik wegging. En, waarom was die beledigd dan? Ja, die vond dat ik zo blij moest zijn met die mooie rollen. Want die had ik inderdaad, dus het tweede jaar zat ik echt meteen in de grote rollen. En dat vond hij ondankbaar. Maar waarom wilde je het? Omdat ik er de vreselijke atmosfeer van met al die bange mensen. En ik snakte terug naar Amsterdam. En ze waren allemaal bang. Ja, nee, vooral de kleine mensen en de mensen met weinig talent. En die liet hij ook, die maakte die ook bang. Die werden ik wil er niet over praten. Zo'n akelige man was dat. Maar natuurlijk toch soms een heel goed acteur. Weet jij nog die eerste ontmoeting te herinneren, toen je C.S. Lasseur voor het eerst zag? Nou, die zag ik natuurlijk voor het eerst toen ik op de toneelschool zat. Die speelde, die was de grote ster in de stad Schouwburg. Dus daar zat ik altijd naar te kijken, een prachtig acteur, goed. En daarbij was hij knap, slank en zag er fantastisch uit. Het was de jeune premier van het Leidseplein. Maar ja, toch ook geen flauw idee natuurlijk dat je daar ooit mee zal trouwen. Maar vanaf welke leeftijd had je hem dan gezien? Oh god, dat ik op de toneelschool kwam. Vanaf dat ik 19 was, 20. Ja, het Cees was dus 29 of 30. Ja. Want je was met C.S. Lasseur getrouwd en jullie ook samen dat toneelgezelschap. Ja. Met zoveel voorstellingen en zoveel spanning, want het geld moest binnenkomen. Ja. Er was geen enkele subsidie in die tijd. Nee, niemand. In welk jaar was dat ongeveer? Nou, voor de oorlog. 10 jaar voor de oorlog. Van 1930 tot 1940. Dus je zit vaak net tegen faillissementen. Altijd financieel in de moeilijkheden. Maar ja, kijk, iedereen moest zichzelf bedruipen. Niemand had subsidie. Alleen de stad Schouwburg, de Koninklijke Schouwburg en Rotterdam. Er waren 3 subsidies. Er waren grote gezelschappen van 40, 50 acteurs. Groot. Ja. En de rest was alles. Dat heet, weet je hoe dat tegenwoordig heet, commercieel. Dat is een scheldwoord. Weet je wat, de financiële moeilijkheden waren zo vanzelfsprekend. Want die waren overal. Dus het was niet zoiets van, wat overkomt ons nu hier voor verschrikkelijks. Nee. Je accepteerde dat allemaal, want zo was het hele leven. Iedereen leefde in financiële onzekerheid met moeilijkheden. Nee, maar ook omdat je samen toneel speelt en samen het bedrijf hebt en dan samen getrouwd bent. Nee. Maar Cees ging, zijn troep was eigenlijk Cees zijn lievelingskind. Hè? En ik was natuurlijk meer voor de echte kinderen. Niet dat hij daar niet dol op was, maar toch op een andere manier dan ik. Zijn troep was dat ging voor Cees eigenlijk meest aan zijn hart. En toen we gingen scheiden, toen vond Cees eigenlijk het ergste dat ik bij die troep wegging, erger. Oh. Ja, scheiden, dat begreep hij natuurlijk wel. We waren allebei
aardig aan de gang geweest. In welk opzicht? Dag, nou, gewoon met vrienden en vrienden. Zees was daar überhaupt zeer, hoe noem je dat nou? Speels in, ja, maar die had ook altijd zo geleefd voordat ik in zijn leven kwam. En daar ging je mee maar, door? Ja, vrij gauw alweer, ja. Ja. Maar ja, een heleboel dingen, dat kon mij niks schelen als dat niks betekende. Maar als het dan doet, dan zo vlak onder mijn neus, dat vond ik vervelend, ja. Dat gebeurde ook? Ja, aan het eind, ja. Dus toen stortte ik mij ook in de armen van een vriend. En, maar dat is mijn leven niet. Het klinkt wel leuk, wildlife en zo, maar dat is... Dat is niet wat mij gelukkig maakt. Nee, nee. Nee, maar je... Dus ik wou na de oorlog, ik wou gewoon een nieuw leven beginnen. Een schoon leven. Helemaal overnieuw, van alles af. En Cees dacht, ach, dat geeft toch allemaal niks. Dat kan toch best. En dan hebben we het toch nog wel leuk. Hè? Maar dat... ik dacht, nee, daar ben ik toch te jong voor. Hè? Ik was 38. En ik dacht, ik wil helemaal overnieuw beginnen. Ik wist wel ook niet hoe of wat, maar... En ik wou ook weg bij die troepen, dat vond hij eigenlijk het ergste. En toen is hij na een jaar, heeft hij ook die troepen, heeft hij uitgeschreven. En toen kon hij door een agent na een jaar naar Amerika, toen is hij weggegaan. Maar als hij dan, als je dus dan merkte dat hij, zoals je zegt, rommelde met andere dames. Jij ging dat niet uitpraten dan, of op het matje roepen? Nee, ik nam ook een vriend. Nee. Dat vond je effectiever? Dat weet ik niet. Daar had ik behoefte aan om me staande te houden. Niet als antwoord? Nee, want we spraken er niet over. Ik begon er niet over en dat vond hij natuurlijk ook heerlijk dat ik er niet over begon, denk ik. Maar hoe vond hij het dan dat jij dan een vriend... Vreselijk! Daar kunnen mannen toch niet tegen? Wel nee. Oh, ja, ik kon er ook niet tegen, maar ik kon het toch... doorslikken of ik weet niet wat, maar mannen die worden toch helemaal gek als een vrouw ook wat doet. Dat is toch raar, hè? Ja, dat is iets vreemdsoortigs, maar zo is dat, hoor. En misschien ook van ontzettende ijdelheid, dat je denkt, als niemand dat maar ooit te horen krijgt of zoiets, ik weet niet wat, maar... Oh god, nee, zeg, dat was toen barstte de bom. Nee. Maar de bevrijding kwam dus voor jou ook als een dubbele bevrijding? Ja, ja. Als een dubbele bevrijding, ja. Ja. En ik zag het vooral in de badkamer. Ja, daar waren al zijn flessen weg. En zijn Cees had nogal wat flessen. En daar zag ik ineens het nieuwe leven in die kale badkamer. Want ik had alles in de slaapkamer. Maar Cees had zijn boel in de badkamer, ja. Toen zag ik ineens die hele kale badkamer. En toen kwam er iets van, god, dat nieuwe leven. Zo'n strand met eb, weet je wel. En dat hele gladde strand, waar je dan zo met je schep... God, grandioos was dat, ja. Dat was vlak in de oorlog? Ja, in de bevrijdingstijd, ja. Ja, ja. Ja. En de bevrijding die werkte ook heel vreemd natuurlijk dan, want ik dacht, waar vind ik een man? Ik moet een man, hè, ik moet een man. Vieren. Ja, je moet dat toch vieren en zo. God, zeg, en dan zag ik daar op het plein, daar woonde Mira Wart met Lou de Bree, was die getrouwd. En die werd iedere morgen door een Canadees gehaald in een jeep. Een jeep was toch zoiets romantisch. Twee Canadezen met een jeep. En dan ging Mira, die ging weer. En dan stond Lou de Bree groeier. Want die was 15 jaar ouder dan Mira, geloof ik. En die stond de groeier na te wuiven. Die dacht, laat ze maar een leuke tijd hebben. En dan dacht ik, oh, wat fantastisch is dat allemaal. Toen kwam er toch maar een Canadees. En nooit kwam er een Canadees. Hè? En eindelijk stond er een jeep voor de deur. En weet je wie eruit stapte? Jan Teulings. Want die was in Engeland geweest. En die kwam aanzetten. Ja, en die had pakjes thee en suiker bij zich. Had ik eindelijk ook. Het was wel een Hollander, maar hij kwam toch in een jeep. Ja, ja. Maar ja, die was ook getrouwd. Hoor. Dat was geen vriend. Dat was een hele oude, hele goede vriend van me. Mijn leven lang. Dat was toch heel gezellig. Maar je bent nooit lang alleen geweest? Nee, dat niet. Nee, maar ik heb toen toch wat afgerommeld, zo'n beetje toen in dat jaar. Dat wel, totdat er een uitgever kwam en die zei dat hij een boekje over mij wou hebben. En of ik daar een auteur voor wist, ik zeg nee, dat weet ik helemaal niet. Ik heb geen idee.
En toen belde hij na een tijdje en toen zei hij, de Firulli is geïnteresseerd. Ik zeg, nou, prachtig. Ik dacht, hoe verzint hij het? Maar ja, enfin. En zo stapte Jons in mijn leven eigenlijk. Die was toen voornamelijk bekend als vliegtuig, vliegpionier. Ja. Nou, die had natuurlijk wel zijn Indië-boeken allemaal al. Dus die had een soort dubbele, die was een soort Cruyffie in Nederland, zo populair. Maar we konden zeer goed opschieten, maar Jons die was net gescheiden van zijn eerste vrouw. Die moest nog gaan trouwen met de tweede. Ik werd de derde. Dus er was nog een heel huwelijk tussen. Moest hij nog tussen, ja. Dan moest hij nog afwerken. Dus het begon helemaal niet met de romantiek, hoor. Helemaal niet. We zaten doodernstig aan het boek te werken iedere week. Als hij terug was van een vlucht, dan kwam hij een paar uur zitten. Of 's avonds na de voorstelling, dan haalde hij me af en dan gingen we nog een beetje zitten praten. En langzamerhand had hij dat boek tevoorschijn gehaald en heeft hij dat boek geschreven. Maar toen maakte u nog geen plannen? Helemaal terwijl hij aan het boek aan het schrijven was? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dat duurde nog... Ja, niet zo lang. Het duurde 2 jaar, want toen was dat huwelijk op de klippen. Ja. Ja. Heb je in de loop van je leven bij jezelf wel eens een hele irritante eigenschap ontdekt? Nou, weet je, ik denk dat ik als ik zo eens iets zeg over tonelen aan collega's, zo met een voorstelling waar we mee bezig zijn met z'n allen, dan denk ik dat ik me niet zo tactvol uitdruk. Dan ben ik zeer direct. En dat is niet altijd zo leuk. Maar dat is de school van Cees en de school van Co. Hun manier van regisseren, die was ook. Dat werd niet leuk tegen je gedaan en niet omslachtig en niet met handschoenen aanpakken. Er werd zo gezegd, zo en zo en zo. Dat is heel lelijk wat je daar doet, dat moet je zo niet doen. En je moet het zo doen. En er werden helemaal geen... Tegenwoordig hebben de regisseurs veel meer égards met de mensen. En ik denk dat ik daar absoluut niet zo leuk en fijn en zorgvuldig mijn teksten daarbij zoek. Dat ik dan veel... directer ben en dat ze dat misschien niet altijd leuk vinden. Dat kan wel. Merk je dat dan? Nee, dat merk ik niet. Nee. Nee, maar ik ben zo oud. En dan krijg je een zeker respect, hebben ze dan, hè, voor dat oude mens. Dat zegt een woordje. Misschien denken ze wel ook, dat oude mens, laat hem maar kletsen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ze kunnen ook denken, dat oude mens, dat weet er toch wel wat van of zo. Ik weet ook niet hoe ze reageren. Maar ik denk dat ik daarin... dikwijls niet erg geen tactvolle woordkeus heb. Zeer direct. Ja. Ja. Ja, dat komt gewoon door die twee. Ik weet ook dat ik eens een stuk speel, dat Co geregisseerd. En daar had ik, ik geloof wel 10 open doekjes in. Cyprien van Sardou. En, god, ik hoop, heb ik het je al verteld? Nee. En toen... En dat stuk, dat sloeg aan geweldig, speelde ik met Johan. En Co had geregisseerd. En toen kwamen we in Lamar een tijdje. En na een week had ik van die 10 open doekjes er nog 3 over. Die vielen allemaal successievelijk weg. En toen belde ik Co op. Ik zeg, Co, ik doe iets verkeerd. Want ik begreep dat het aan mij lag en helemaal niet aan Johan. Ik zeg, ik doe iets, maar ik begrijp niet wat. Ik kom in godsnaam eens kijken. En Co was gelukkig vrij, die ging meteen 's avonds kijken. En toen was de eerste acte afgelopen. En de kleedster, die moest mij vliegensvlug verkleden. Wimmy stond aan mijn haar, mijn hoofd te doen. De tweede kleedster was mijn schoenen aan het wisselen. En daar stond ik in die kleedkamer en daar ging de deur open. Daar kwam Co en die riep. En ik riep, Co, wat is het? Wat doe ik? En toen riep Co,
Schat, het lijkt nergens meer op. Het is afschuwelijk. Het ligt allemaal klaar. Ik zie het allemaal zo aankomen. Niks is spontaan meer. Alles, al de spontaniteit is weg. Ik zei, wat, riep ik. En allemaal met die drie personen aan mijn lijf. Toen zei hij, je moet het helemaal opnieuw vinden. Je weet bij alles wat er komt. Vroeger zag ik het allemaal in je kop. Zag ik het in je kop ontstaan. Ik zie niks meer ontstaan. Zo, het is monsterlijk, riep hij. Het is niet meer om aan te zien, dat riep hij. Dat was even taal, hè? En toen? Ik was zo blij. Ik vond het zulke fantastische taal. Het kwam zo, breng, schoot het bij me naar binnen. En die verkleding was klaar. Hij zei, ik ga in de zaal zitten. Hij liep weer weg. Nog woedend ook nog, hè? Boos, helemaal niet aardig of niks. Ik stond de boel te verknollen. En toen ging ik het toneel op. Het was dus 1960, dus ik was 30 jaar al aan toneel. Nee, langer nog. Ik draaide zo de knop om. Want ik wist precies wat hij gezegd had. En ik kon het meteen terugvinden van hoe het geweest was. Ik had meteen, zat het goed. Ja, dat was enig. Dat is ook leuk. Omdat ik toen voelde dat er een techniek is die je beheerst, hè. Dat je niet hoeft te denken, oh wacht eens, met dat klausje of met dat zinnetje. Of daar heb ik dat nou voor. Nee, ik draaide meteen zo de knop om, dat het helemaal in zijn oorspronkelijke basis lag. Ja. En toen ging het goed. En toen was het uit en er een koop met de pauze niet en de afloop niet. Ik denk, oh god, die is helemaal uit zijn humeur, die is woedend. Maar ik belde hem op toen ik thuis was. Ik zeg, waar was je nou? Toen zei hij, oh schat, ik heb 5 minuten zitten kijken. Ik dacht, ziezo, het is in orde, ben ik naar huis gegaan. Die had na 5 minuten gezien dat ik die knop had omgedraaid. Ja, dat is enig, hè? Ja. Dat je allebei van een vak zo bent, dat je dat soort taal. En dan, nou ja, was een gelukkige dag. Zo rampzalig begonnen en toen zo gelukkig geëindigd. Dat is heerlijk. Jij klaagt eigenlijk nooit, hè? Nou, jawel, natuurlijk, ik zal ook wel, ik klaag natuurlijk ook wel eens. Waarom? Ja, nou, ik kan aardig klagen over collega's die niet kunnen komedie spelen, hoor. Oh. Noem eens een serie namen. Nee, ik kan het absoluut niet. Maar er zijn wel eens een stuk geweest dat ik na afloop van de repetitie naar Petra ging iedere dag, hoor. Want die woonde vlakbij het repetitielokaal. En dan deed ik de deur open en dan zei ik, aah! En dan zei Petra, de thee slaan we over. We gaan meteen aan een glaasje. Want die dacht, er moet ogenblikkelijk wat gedronken worden. Want hier gaat het niet goed mee. Daar werd ik iedere dag gek van. Ja. En dan moesten we toch mee door. Toen zijn we toch mee doorgegaan. Dat zei je ook tegen die mensen, of was er niet tegen op te praten? Nee, daar was niet tegen te praten, want iemand die het niet kan, die kan het niet. Hoe komt dat dan? Ja, hebben we verkeerd gekozen, ja. Het is niet te leren. Iemand waar je geen contact mee krijgt, met comediespelen. Dat is vreselijk, die niet luistert, die wel zegt en dat heel natuurlijk doet, maar die toch nooit naar je luistert, nooit reageert op iets wat jij doet, geen aandacht. Je moet dat voortdurend aandacht voor elkaar hebben. Dat maakt het juist zo fantastisch, hè? Dat je op iedere zin die jij zegt, gaat er iets door mijn kop. Hè? Maar nee, dan heb je mensen die zie je zo met glazen ogen staan totdat mijn laatste zin komt. Dat is hun wacht. Wop, en nou schiet het in hun kop. Dat zie je zo, in de ogen. Dat zie je. Dat is vreselijk. En als je dan ziet dat na 3 weken nog zo is, dan begrijp je dat het zo blijft het hele jaar door. En dan kan je niet meer terug. Het is net of je je ja-woord hebt gegeven op dat huis. En dan kan je niet meer terug, het huwelijk is gesloten. Nou, hè. Nou, het is nog erger natuurlijk, want het huwelijk kan je beëindigen, maar de voorstelling niet. Ja, nou, die is dan, na een jaar is dat tenminste afgelopen. Na een seizoen. Ja.
Maar je bent dus van comediespelen ook afhankelijk van de tegenspeler, nou, heel duidelijk. Nou. Ontzettend. Ontzettend. En hoe beter de ander is, hoe beter jij wordt. Dat is zo. Je haalt je aan elkaar. Dat is ook niet alleen die wisselwerking met die zaal, maar die wisselwerking met elkaar. Nou ja, dan wordt het eigenlijk een... Dat is één groot... Ja, wisselwerking is het beste woord. Wat vind je nou het mooiste met zo'n heel productieproces van rol leren en eerste try-out? Thuis peuteren aan mijn rol. Wat zeg je? Thuis peuteren aan mijn rol. Dat vind ik eigenlijk het... Ik kan nu niet het belangrijkste, want alle details, alle onderdelen bedoel ik, zijn allemaal belangrijk. Maar als je thuis rustig op je eentje gaat zitten zoeken, wat die rol, wat die vrouw denkt, terwijl ze praat, wat denkt ze daaronder? Als die man praat tegen haar, wat denkt ze dan? Wat denkt een mens? Als je om de gedachtewereld van een rol te vinden. Daar zit ik soms 's avonds mee op de bank, lekker in de stilte. En dan doe ik soms nou wel een uur over één bladzij. Om te zitten denken, waar haalt ze nou die volgende zin vandaan? Waarom zegt ze dit nu? Waarom? En wat nou heeft die man dat gezegd? En wat denkt ze? Nou, antwoordt ze wel dat, maar wat denkt ze dan eigenlijk daaronder, terwijl die man daar staat te praten? Dat is eigenlijk de rol. Hè? Want alles wat we de hele avond denken, de hele morgen ook, wij zitten hier nou ook leuk te praten, we denken er ook allemaal dingen onderdeur. Ik denk bijvoorbeeld hier onderdeur van, ik zit weer veel te wiebelen, ik moet een beetje stilzitten. Hè? En daarna dacht ik weer, oh god, dat ding dat tikt tegen dat... Tegen dat asbakje aan, dat is vervelend voor het geluid. Dus je hebt allemaal. En dan zit ik nog te denken: wat zou Paul nou voor een volgende vraag hebben? Terwijl je aldoor zit te praten, want zo leeft een mens toch? Je leeft toch op 5 notenbalken, zal ik maar zeggen. He? Ja. Dat zei Maus vroeger, die zei: ja, als je jong bent, dan begin je op 1 lijn te spelen, maar naderhand op 2 en dan op 3. En dan op den duur moet je toch wel op 5 van die notenbalken spelen. Van die zo 5 van die lijntjes waar de noten op staan, weet je wel. Dat is geloof ik 1 notenbalk, maar dat je al die noten tegelijk aan kan slaan. Dat zijn al die stromingen die door een mens heen gaan. En dat is wat de rol interessant maakt. En ook, denk ik, wat het boeiend maakt. Omdat die zaal, die hoort wel wat jij zegt. Maar die moet ook toch ergens, dat is de magie van toneel, toch moet die zaal ook voelen... Wat jij denkt, die rol. Wat die rol denkt. En dat vind ik het fantastische natuurlijk van toneel. Dat die magie, dat die ergens toch overkomt. Van Else Maus heb je veel geleerd. Oh. Ik heb het hele vak van Else Maus geleerd. In dat ene jaar dat we er hadden. Alles. Dat mens is fantastisch geweest. Fantastisch. Was ook wat wij noemden Duitse Schule. Dat had een zekere tüchtigheid van de Duitse toneelscholen. Ze was oorspronkelijk Duits. Ze is op de 14e jaar was ze naar Nederland gekomen. Ja. Maar, en ze is ook na dat jaar met ons is ze nooit meer op die toneelschool gekomen. Waarom niet, hè? Omdat ze zulke kluiven van rollen had, ze kon het niet meer opbrengen. Ze was zo dun, tenger dingetje en hongerkuren. En dan kwam ze lopen van de stad Schouwburg naar achter naar de Marnixstraat. En dan liep ze weer terug. Ja, allemaal om haar om godsnaam niet dik te worden. En ze was zo. Waarom dan? Ja, ze wou zo tenger en slank zijn. En het was ook wel een effect op het toneel hoor. En ze was natuurlijk helemaal niet meer zo jong, maar zag er daardoor dat zo'n rank figuurtje, zag ze er toch nog wel heel jong uit. Maar het was een prachtige spraaktechniek, tot achter in de zaal verstaanbaar. Daar werkte ze ook met ons op. Nou, zonder het onnatuurlijk overkwam? Nee, uitstekend. Oh nee, helemaal niet. Nee. Dat heb ik ook geleerd om te praten. Nou,
Maar ze wilde per se slank blijven. Nou, gelijk had ze. Wie wil dat niet? Aan het toneel. Let jij daar ook goed op? Ja, natuurlijk. Mijn spreuk is mijn hele leven. Wie niet mooi is, moet dun zijn. En dat is voor het toneel absoluut waar, hoor. Vind je het nu niet vervelend dat je langzamerhand alleen overblijft? Want zoals Cody is afgevallen. Ja. Een aantal acteurs zoals Paul Steenbergen en Guus Hemmers, die spelen niet meer. Nee. Johan dood. Ja. Cees dood. Ja. Han Bens van den Berg dood. Ga maar na. Ik weet niet hoeveel acteurs waar ik mee gespeeld heb. Die zijn er geen van allen meer. Ja. Ja, dat is heel vreemd. Maar leer je daar ook mee leven? Dat je... Nou, kijk, aan het toneel zie je elkaar niet altijd overdag zoveel. Dus de enige die wat werkelijk, die ik natuurlijk mis, dat is natuurlijk Jons. En ja, dan moet je ook leren. Maar daar ben je op voorbereid. Dat maakt natuurlijk wel verschil. Hè? Jons en ik spraken natuurlijk hier vaak van wie het eerste en zo. Ja, en dan waren we allebei 80. Ik bijna 80 en hij was 82. Dus dan praat je daar zo verschrikkelijk veel over, al jarenlang. En dan weet je dat dat komt. Maar al die acteurs, ze lees je ineens in een krant of je hoort door de radio, pats, boem. Dat zijn vreselijke schokken eigenlijk, hè? Vreselijke klappen. Ja, ja. Maar meer dan... Die mis ik niet, nee. Ja, Co, die missen we door zijn... Co was zo'n gangmaker. Een vreselijke gangmaker. Die kon zo, als hij een stuk had of kwam met een stuk bij hem. Want Co las geen Frans, Duits en Engels. Dus ik kwam altijd met de stukken aan. En dan Co, die kon dan bezield raken als ik zo'n stuk vertelde in het kort. En dan moest ik hem stukken dialoog daaruit voorlezen en zo. En dan, ja, en dan maakte hij ook Joop ook gek van opwinding. En dan sleurde die iedereen in zijn kielzog mee. En zo'n figuur, die is... onmisbaar eigenlijk, en die is er niet meer. Nee. Maar je zegt dus dat Co, dat was dus een enorme schok ook. Ja. Toen je dat hoorde. Ja. Ja. Maar meer dus dan bij Jons Fioli, zeg maar, bij je man. Nou ja, Jons, daar was ik bij, we waren samen in het ziekenhuis. Dus dat. En toen had die dokter, die had me al 's morgens verteld dat het mis zou gaan. Maar Jons had al een paar keer zo'n hersentik gehad en dan, dat is niet, ja. Maar ja, daar moet ik ook mee leven en gelukkig door dat werk en door de kinderen en de tuin. En jouw stuk is toegekomen en dat was al in gang. He, want je bent eerst bij je geneigd om te zeggen, nou, ik wil van de winter niet spelen. Maar ja, het stuk was klaar, de mensen geëngageerd, toneel, decor. Je kan niet meer terug, de schouwburgen zijn gehuurd en dat is goed. Ik kon niet terug en dan moet je. Nou, en dan ga je zo'n winter in en dan ben je bezig. En dat is toch het beste, dat je maar bezig bent. Ja. En dat is natuurlijk het verrukkelijke van ons vak, dat je zo intens bezig ermee bent. He. Zo lekker intens ermee bezig. Nou, dat is het beste. Je bent nu volop in het leven, zeg maar, en speelt als een bezetene. Zie je eigenlijk tegen de dood op? Of is dat een te bruske vraag? Nee, kijk, ik denk dat niemand tegen de dood opziet als het maar vlug gaat. Dat wil zeggen, op deze leeftijd, als je jong bent, is het zonde. Maar... als ik mag kiezen. Nou, morgen dood zou ik natuurlijk ook zonde vinden, net met een nieuw stuk. En al dat werk voor niks en voor iedereen. Maar ik zie natuurlijk wel op tegen de onzekerheid van ziektes en wat kan je allemaal gebeuren. Dus daar, dat zou ik iets verschrikkelijks vinden. Dus dan hoop ik ook maar dat ik daar... zelf dan kan vervluggen.
Maar dat is niet zo makkelijk om dat zelf te doen, dat heb ik wel begrepen. Al veel mensen van mijn leeftijd zeggen natuurlijk, ik heb alles in huis. Maar ja, het is niet zo eenvoudig om dat besluit te nemen en dat op je eentje te gaan doen. Hè. Nee, dat schijnt niet zo makkelijk te zijn. Want ik hoor wel van mensen die pillen naast hun bed krijgen. In de hoop dat ze het dan maar zelf doen. En die natuurlijk ook de hele dag hebben geroepen. Morgen wil ik niet meer wakker worden, maar toch niet genomen. Zo eenvoudig is dat niet. Hè? Dit heb je gehoord. Ja, dat hebben we allemaal gehoord, ja. Ja. Ja, daar hebben we het ook vaak over gehad, Jons en ik natuurlijk, ja. En als je nou maar met je tweeën bent, dan denk je dat is eenvoudig. Maar om het mekaar te geven, dat is ook al helemaal niet eenvoudig, hè. Nee. Het beste kan je maar ineens mijn hart en dan pats, boem, en dan... Dat is... Ja. Denk je ook dat je... voort blijft leven? Dus ook als je er niet meer bent, wel, onder nee. de mensen. Wel, nee. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Nee, over een paar jaar. En dan is iedereen dat toch weer vergeten. Ik merk het toch ook, ik spreek al zoveel mensen, die weten helemaal niet weer wie Cees was. En Cees Lazeur, wat was toch een begrip in Nederland. En hè, met die hele Haagse komedie die hij toch opgebouwd heeft met Paul Steenberg samen. En dat was toch een figuur, maar... En een prachtig acteur daarbij, maar Van Dalsen weet ook al niemand meer wie of dat was. Nee, onze, dat is gewoon van komedie spelen, moet je ook maar, daar zijn we er. En het is leuk en je gaat tot zo hoog en dan ben je op je hoogtepunt en dan, nou, en dan ben je dood en dan wordt vergeten. En bovendien ook dat wat ik in mijn leven al gezien heb van oude grammofoonplaten van de Theoman Bouwmeester en van Esther de Boer van Rijk, die ik nog, de Boer van Rijk tenminste, in zijn glorietijd heb gezien. En dan hoor je een grammofoonplaat, ja. Dan denk je, het kan toch niet, Riek Hopper. Nee, het kan toch niet van melodramatische onzin. Vreselijk en zo onecht. Maar dat die tijd, in die tijd was dat blijkbaar gewoon. Dan vonden de mensen dat mooi. En dan krijg je dat over 25 jaar, krijg je dat opgedist. Nou zeg, het is toch meedogenloos? Dat zou je niet leuk vinden? Nee. Als het dan wat dat betreft is het heerlijk dat er geen filmen van me bestaan. En dan hoor ik dat er nu al de hele stapels met videobanden, die als je die na zoveel jaar uit de doos haalt, dat ze dan verbrokkeld op de grond vallen. Dat is er ook niet meer. Dat vind je een prettige gedachte? Ja, dat vind ik prima. Ja, dat er niets meer van me over is. Hè. Alleen nog die bomen die ik geplant heb. Die zijn er dan nog allemaal. Die zullen nog heel wat tijd zullen die nog blijven staan. En die heb ik allemaal zo klein in de grond gezet. En die staan ver boven mijn hoofd. Ja, dat vind ik leuk. Daar zitten de kinderen dan nog eens onder. Ja.